Ergens een uur in de rij gaan staan. Dan moet er toch wel iets heel bijzonders te doen zijn. Het was tweede paasdag weer Neuzelmarkt in Nuenen. De grote rommelmarkt van scoutinggroep Rudyard Kipling. Om klokslag 11 uur ging het hek open en kon de jacht op de koopjes beginnen. Het was zoeken en onderhandelen over gereedschappen, tv's, fietsen, potten, pannen en andere huisraad. Speelgoed, boeken, platen en cd's. Het hield niet op. En alles verzameld en zorgvuldig gesorteerd door de scouts. Waarom haal je als scout in Nuenen dit allemaal op je nek? Nou, we hebben dus 150 leden ongeveer. Voor de kinderen een leuk programma te maken elke zaterdag hebben we dus heel veel centjes nodig. We krijgen een subsidie van de gemeente, we hebben contributie. Ja, en een derde deel is de opbrengsten vanuit de Neuzelmarkt. Ik heb een hele mooie fiets en ik hoef het niet te geloven wat ik nou zeg. Maar die doe ik naar Berlijn. Ik heb mensen die heel veel nostalgie fietsen doen en dat is mijn hobby. Zoekt u een speciaal boek? Ja, verschillende speciale boeken. Ja, ik weet de titel niet, maar de schrijvers. Ik kijk gewoon of er een muziek-cd bij zit, waar ik thuis nog niks van heb. En dan was er nog de veiling. Bij opbod werden er spullen verkocht. 20 euro, 26 euro, 28 euro, 30 euro, 35 euro. Je biedt er meer dan 45 euro, 45 euro. Je biedt er meer dan 50 euro, 55 euro. Je biedt meer dan 55 euro voor de 60 euro. Zou het kunnen dat iemand hier vandaag iets voor 2,50 euro koopt en volgend jaar bij Tussen Kunst en Kids zit? Tuurlijk. Maar we hebben alles al 3 keer in de handen gehad. Dus ik denk het niet, maar die kans is aanwezig, ja. Dus er kan best wel een stukje bij zitten wat heel veel waard is. Waardevol of niet, na veel geneuzel vonden veel bezoekers wel iets dat ze graag wilden hebben.